Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten we weer op mijn singleplayer season 4 let's play. En ik wil jullie vandaag iets laten zien en dat is dit. Oh mijn god, ik ben bezig geweest met het farmhuisje, zoals jullie zien. En ik kreeg in één keer dit als idee. En ik wil hem zeg maar hier nog zo door laten gaan, tot aan daar ongeveer. En dan wil ik dat read wil ik straks gewoon weghalen. En dit wil ik ook iets verder uitbreiden zo, dat het er best wel groot uitziet. En waarom wil ik dit doen? Nou, eigenlijk gewoon omdat het ja, dat ziet er gewoon vet uit met het farmhuisje, denk ik. Die heeft een beetje een protected farmpje. En deze gaat dan een farm protectie krijgen die gewoon zo, zeg maar, vanaf daar zo langs loopt. Of zo weet ik veel. Ik weet nog niet precies hoe. In ieder geval, dat wilde ik wel gaan doen. Een beetje een farm protectie ervan maken. En ik wil jullie wat super vets laten zien. Want, zoals jullie misschien wel weten, ik kijk best wel veel andere YouTubers. Waaronder natuurlijk Etho van Etho Slab. En Etho heeft van die jump pads gemaakt. En ik zat dus vorige episode te klungelen met hoe in godsnaam wij de staircase zouden maken die naar beneden zou gaan. En nu heb ik iets gevonden. We maken gewoon een van die jump pads die Etho ook gemaakt heeft. En om heel eerlijk te zijn heb ik hem al gemaakt. Want ik kon niet wachten. Ik was zo exciting. Like, I'm so excited. Nee, sorry. Het spijt me. Ik zou het niet bedoelen, oké? Maar in ieder geval, hij werkt ja, 9 van de 10 keer, zeg maar. Je moet wel een beetje moeilijk lopen. En je moet je spatie inhouden als je naar beneden gaat. En dan kunnen hier dus wel wat damage krijgen. Maar het is heel simpel. Ik loop er gewoon zo op. En ik spring zo naar boven. What the fuck? Super awesome. En als ik eruit wil, dan hou ik mijn spatie in. En dan, of het erin wil, dat kan ook. Ik kan ook hierop vallen, maar ja, dan krijg ik natuurlijk fall damage. Dus ik zit hier nog iets aan. Ik zit nog te denken om misschien hier letters te plaatsen. Mocht dat dan mijn van fall damage. Voor het voorkomen van fall damage dan. Maar het is dus heel simpel. Ik ren gewoon zo hier dadelijk op. Zo. Zo. Hoppa! En ik ben boven. Dus dat is super nice. En als ik nu zo naar beneden val, heppa, geen fall damage en dan kan ik zo door. Dus hier wil ik dan een stairway naar beneden maken. Waarom? Nou ja, dat moet. Omdat ik hier zeg maar dan mijn farm zou gaan maken. En waarom heb ik hier noodbloks gedaan? Dat moet, dames en heren. Waarom? Omdat je iets moet hebben wat slimeblocks niet weg kan douwen. Aangezien dat als hier... Als hier namelijk een blok komt staan en ik doe zo, dan zie je dat die als een sticky piston werkt. Dus vandaar moet ik iets pakken wat geen slimebox niet mee kan nemen. Dat zijn bijvoorbeeld notepads. Misschien dat ik het notepads, ja, noteblocks, weet ik veel. Want dan kunnen we namelijk misschien ook furnaces neerzetten. Ik weet niet wat er aan het einde beter uitziet. Maar voor nu gebruik ik dit gewoon eventjes. En nee ja, ik wil dus eventjes een weg naar beneden maken. Waar ik uiteindelijk al mijn farms ga maken. En ik denk ja, laten we dat vandaag gewoon onscreen doen. Want zoals jullie misschien wel weten. Misschien door mijn update video. Mijn stage is weer begonnen. En ja, dat betekent dus weer veel tijd in mijn stage steken en weinig tijd om op te nemen. Het is nu namelijk alweer 8:30 s'avonds dat ik dit opneem. En ja, om 9 uur ga ik meestal naar beneden. Dan ga ik bij mijn familie nog zitten. Gewoon bij mijn gezin, zeg maar. En daarna... Oh, ik vind het zo vet dingen. Hij werkt ook geweldig. Dus ik vind het echt super. En als ik gewoon zo naar beneden val... Oh ja, soms krijg ik even damage. Maar hey, dat maakt niet uit. Misschien dat we hier nog wel... Ja, nog wel iets anders mee kunnen proberen of iets kunnen maken. Maar goed, maakt niet uit verder. Ja, ik heb het heel lang eigenlijk al heel lang geleden gezegd dat ik na de zomervakantie weer op stage moest. Alleen, ik had niet precies aangegeven wanneer dat zou zijn, want dat wist ik zelf ook nog niet tot een paar weken geleden. Maar dat ik wilde het pas ja, een beetje op het laatste moment aangeven. En nou ja, ik krijg het dus weer heel druk. En ik heb het nu al naar mijn zin. En het is de eerste dag van mijn stage vandaag. Het is vandaag namelijk maandag. En het is dinsdag als ik dit upload waarschijnlijk. Of woensdag. Ik denk zelfs woensdag. En ja, ik heb het nu al naar mijn zin. Dus dat is natuurlijk een heel goed teken. En ja, ik denk wel dat het...
Ja, dat het heel erg goed gaat komen, deze stage. Aangezien dat ik tot nu toe alleen nog maar positieve reacties heb gehad op mijn stage. Bijvoorbeeld dat ik gewoon goed doorwerk en dat soort dingetjes. Maar ja, dat moet natuurlijk ook. Ik bedoel, kom op. Ik ben hier niet om lui te zijn. Ik ben hier om te werken, denk ik dan bij mezelf. Kijk, soms werkt hij niet als ik het niet goed opren. Ik moet er echt gewoon goed oprennen. En dan werkt hij echt gewoon als een baas. Dus soms werkt hij niet. Maar hey, dat maakt niet uit. Een klein minpuntje. Ik dacht, misschien is het wel vet om dat te doen. Dus nou ja, wie weet. Misschien vinden jullie het ook leuk. Als jullie het leuk vinden, dan gaan we hem zeker houden. Zo niet, ja, dan moet ik toch iets anders gaan verzinnen. Maar ik denk dat ik hem zo hou. Oké, ik kreeg daar damage. Maakt niet uit. Af en toe kunnen we dus wel wat damage krijgen. Misschien kunnen we zelfs hier boven, zit ik nu te denken, ook een ladder neerzetten. Werkt dat nog steeds? Dat werkt denk ik dan niet meer. Oh ja, hij werkt hier wel. Als ik dan naar beneden spring, dan krijg ik nooit fall damage. Maar volgens mij werkt hij dan wel, dat ding wel minder goed. Ik denk dat ik dan die ladder niet aan mag raken. Of dat het geen zak uitmaakt of die ladder wel of niet aanraakt. Dat weet ik dus niet. Oh, waarschijnlijk werkt die zo wel goed. En als ik dan zo naar beneden... Hoppa. Ik denk wel dat het praktisch zou zijn. Ik denk wel dat het makkelijk is. Weet je wat? We houden hem gewoon zo. Ik denk wel dat het een goede beslissing is. Ja, dat doen we. Oké, we gaan hier nog een klein beetje verder naar beneden. En ik weet, guys, misschien is het een beetje saai om dit te kijken. Omdat ik nu alleen maar dingen uitgraaf en neerzet. Maar zoals jullie misschien wel zelf kunnen bedenken. Ik heb het nu natuurlijk heel druk met mijn stage. Dus ik kan niet van alles voorbereiden voor iedere episode. En ja, daardoor kan misschien de content iets of wat minder zijn. Maar ik wil wel gewoon blijven uploaden. Dus vandaar, ik denk dat deze iets hoger gaat maken. Zo. Eentje hoger. En ik denk dat dat net iets beter is namelijk. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon blijven uploaden voor jullie. Dus vandaar dat ik nu niet meer kan knippen van. Dan ben ik zo terug en dan maak ik dit even snel. Dat ik misschien wat meer grindy episodes krijgen. Want normaal gesproken had ik ook gewoon het hout off camera gehakt, zeg maar. Maar ook dat heb ik vandaag niet off camera gedaan. Omdat ik dus weinig tijd heb. Dus vandaar. Maar goed, hey, ik denk wel dat jullie dat niet heel erg gaan vinden. Ik denk wel dat jullie dat snappen. En ja, dan is het goed. Als jullie het snappen, dan ben ik blij. Dan ben ik daar blij mee. En dan weet ik dat jullie het snappen. En dat ik met een gerust hart gewoon door kan opnemen. In ieder geval, ja, steun wat support. En laat natuurlijk een groen duimpje achter. Want ik merk dat de laatste tijd de groene duimpjes... Nou ja, dus we komen weer terug. Maar het is een tijdje, zeg maar, best wel laag geweest in groene duimpjes. Ik heb eerst een tijd gehad dat ik echt met gemak, zonder het te vragen, de 100 likes op mijn video kreeg. En dat was echt super. Dat geeft zo boost. Niet alleen voor mij, maar ook gewoon voor mijn kanaal. Want YouTube ziet dan van, hey, dit kanaal krijgt heel veel likes in één keer. Hey, dat is misschien wel een goede video. Of nee, die video krijgt heel veel likes in één keer. Laten we eens kijken wat voor video het is. En dan kunnen we die bij dezelfde categorie indelen als aanbevolen video's. Dus dan krijg ik naast een video van iemand anders, komt dan mijn video te staan als aanbevolen video. Dus daarvoor helpt mijn kanaal. Dat helpt mijn kanaal echt enorm. En ik wil jullie gewoon bedanken voor de vele likes die ik krijg. En ja, ik hoop natuurlijk dat we weer gewoon de standaard 100 likes op een video halen. Want dat heb ik vroeger wel echt gehaald. Gewoon standaard 120 likes. En dat was echt super awesome. En het is niet heel chill om echt zo om te vragen of jullie dat alsjeblieft willen doen. Maar ja, ik hoop wel dat jullie het snappen. Want ja, zoals ik al zei, het steunt mijn kanaal enorm. En het geeft mijzelf een boost om meer te uploaden. Dus nou ja, als jullie dat willen doen, laat dan eventjes gewoon snel een likeje achter. Dat zou super awesome zijn. Heb je het al gedaan? Niet? Is 2 seconden tijd? Ah, dankjewel! Oh mijn god, ik ben weer derpy aan het doen. Ik weet het, ik ben weer derpy aan het doen. Nou ja, hier wil ik dus mijn farms gaan maken. We gaan even... Kijk, daar was ik dus bang voor. Dat die ladders mij nu tegen gaan houden. Nou ja, maakt niet uit. Hoppa, we zijn boven. Misschien heb ik daar wel wat meer oefeningen nodig. Dat maakt allemaal niet uit. Misschien werkt dat straks beter als ik het wat vaker doe. Misschien had ik hem eigenlijk ook wel anders kunnen doen. Dat ik gewoon rechtdoor had kunnen rennen. En dan zo dat ding omhoog schoot. Misschien had ik hem eigenlijk...
Ik zit nu te denken, misschien kan ik mijn stairway de andere kant op maken. Dat ik het hele conceptie helemaal omdraai. Misschien kan ik dat doen. Want dan kan ik gewoon rechtdoor rennen en dan schiet ik gewoon rechtdoor omhoog. Dan hoef ik niet om te draaien, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik zou het even uitleggen. Misschien dat ik off-camera dit helemaal weghaal. Zit ik nu in één keer te denken. Dit, zeg maar. En dan in plaats van daar de muur, hier de muur maken. En dan daar de stairway. Dus wat ik nu daar heb, die kant op. Want als ik dan hier zo heen ren, dan kan ik zeg maar gewoon rechtdoor blijven rennen. En dan ren ik dan die kant op. Want dan is de stairway die kant en dan ren ik deze kant op. En dan... misschien is dat wel het slimste om te doen. Denk ik. Dat denk ik dan, dat dit het slimste is om te doen. Oh mijn god, ik dacht dat ik hier iets engs zag, maar dat is een acacia boom. Ja, ik weet het niet. Laat me feedback weten, guys. Wat vinden jullie wat denken jullie? Dit, die kant op of gewoon de andere kant op? En dan dat ik dan moet draaien. Kijk, het probleem is wel dat het mij dan minder vaak gaat lukken. Op deze manier, zoals die er nu is. Maar ja, misschien vinden jullie dat leuk of zo, weet ik veel. In ieder geval, ik ga wel die slime pads gebruiken. Dat is natuurlijk super vet. Ik vind het super vet. Laat ik het zo zeggen. En nou ja, hier is nog steeds de bibliotheek. Ik heb er niet zoveel werk meer aan gedaan. Want ik heb namelijk niet zoveel boekenkasten. En ja, ik wil wel boekenkasten hebben om de bibliotheek te kunnen vullen. En deze doet het dan na level 30. Ik heb niks bij om te enchanten. Maar hij staat al op level 30. Dus dat is mooi. En dan wil ik hier gewoon overal boeken plaatsen. En ja, wat van die stairs. Zodat het eruit ziet dat je hier ook kan lezen. En dat soort dingetjes. Gewoon... net een echte bibliotheek maken. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. En ja, daar heb ik al een stoeltje weggezet dus. En ik ben ook begonnen met het maken van het grass. Hier en daar. Want dat wil ik echt wel gaan doen. En ik wil hem net zo natural eruit laten zien als dit hier, zeg maar. Gewoon dat het echt mooi uitziet. En niet zo... bah, het is stone bare. Want dat, ik vind het niet mooi. Ik vind het echt niet mooi. Dus we gaan een klein beetje nog verder hieraan. Ja, we moeten gewoon een paar grindy dingen doen, guys, tijdens mijn stageweek. Het spijt me, maar ik heb niet zoveel tijd om op te nemen. Dus ja, beter iets dan niets, zeg ik altijd maar. En ja, ik ga natuurlijk wel proberen om goede episodes te maken. Dus misschien dat ik soms 2 dagen doe over 1 episode. En dan hebben jullie eens in de 3-4 dagen een video. En dat is ook wat minder. Dus ja, ik moet keuzes maken. Ik weet niet welke dat ik, waar ik voor ga kiezen. Voor de iets minder of voor de iets minder video's en juist... ja, video's die goed van kwaliteit zijn, waar ik ook offscreen aan kan werken dan. Of gewoon video's waar ik toch wel probeer om leuke commentaar te maken. Toch wel kwaliteitsvideo's probeer te maken. Alleen dat dat niet met knippen en plakken gaat en dat ik minder offscreen kan doen. Ik weet nog niet, ik moet daar nog een keuze in maken welke dat ik ga doen. En vorige keer ging het redelijk goed toen ik de normale methode toepaste. Van de dag ervoor opnemen en iedere dag uploaden. Alleen dan wel, zeg maar, zoals ik nu doe. Een beetje grindy shit. Dat ging redelijk goed. Dat werd best wel geaccepteerd. Dus misschien gaan we dat wel doen. Ik weet nog niet. Ik moet nog even bedenken. In ieder geval, laat me jullie gedachten erover weten. Hebben jullie liever iets minder video's, maar dan wel gewoon leuke video's? En ik zeg niet dat deze video's misschien niet leuk zijn hoor. Misschien vinden jullie dit juist leuk om te kijken. En dat je helemaal van die grindy parts juist helemaal geweldig vindt. De ene vindt het leuk om dat te zien en de andere niet. Dus vandaar. Maar ja, laat me weten wat jullie ervan denken. Ik ga sowieso nu eigenlijk de episode stoppen. Het is een hele korte episode, dat weet ik. Maar zoals ik al zei, tijd. Ik heb totaal geen tijd. Ik moet hem nog renderen, ik moet hem nog editen. Ik moet hem nog uploaden. Ik moet nog van alles. En dat duurt gewoon gauw weer 2 uur voordat alles weer gerenderd en geüpload is. Ja, en ik moet natuurlijk ook naar mijn stage. Morgen moet ik naar mijn school toe. Morgen moet ik naar mijn introductiedag doen. Dus nou, in ieder geval, dit was het voor vandaag. Het spijt me voor een beetje een korte video, maar ik wilde jullie sowieso iets laten zien. Ik wilde jullie die spawn pad laten zien en het huisje wat ik heb gemaakt. Dat is gewoon een nieuwe farm, zeg maar, een nieuw farmhuis. Net zoals ik die daar heb. Alleen dan nu een kleintje en dan aan dit meertje-achtig iets. En ja, ik denk dat het er wel vet uitziet zo. Dus ik hoop dat, dat jullie dat ook leuk vinden. En we gaan nog 1 keer een spawnpad bekijken. Misschien kan ik het wel even laten zien hoe ik het gedaan heb. Ik heb het namelijk gedaan met de sticky piston. En die heb ik dan onder noteblocks heb ik eromheen gezet. Omdat anders die noteblocks, ja, zoals ik net al zei...
Anders gaat hij niet omhoog, want de blok kan 14 andere blokken of zo meenemen. Dus, en hier heb ik gewoon redstone gezet en daar heb ik redstone dust gezet. Want dat zorgt er namelijk voor dat de piston wordt getriggerd. Dus eigenlijk is het heel simpel. Je staat op de piston en je wordt omhoog geschoten. Wee! Super awesome. Dus ja, het is, ja, ik vind het best wel vet geworden eigenlijk. Dus laat me weten wat jullie hiervan vinden en van het idee over het uploaden. Ik hoop dat jullie de video toch leuk vonden. Vonden jullie de video leuk? Laat dan natuurlijk een groen duimpje achter. Zoals ik al zei, dat helpt enorm veel. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Oeh. Het ziet er zo best vet uit. Weet je, het ziet er ook echt uit. Ja, voor evil witches, weet je. Voor zo'n donkere. Pas op, weet je wel. Die woont een witch-achtig gevoel. Dat het geeft. Dat is wel nice. Ik krijg hier nog een klein beetje. Wow! Dit ziet er ook al vet uit. Dit hout. Oh mijn god, zoveel ideeën in één keer. Deze boom is wel heel groot ineens.